En daar ligt er eentje te mopperen. Hé? Daar ligt er eentje te mopperen. En zal het wezen? Nou, wat denken jullie? De grote meid. Ja, klok leeg. Enkel de dag gevolgd. De kast is netjes, de schilderij hangt weer. Dus ja, en dat kan nog opruimen. En dat bedraait iets voor lekker. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag zondag, de 15e van de eerste 2023. En we leven alweer reeds, ja, het is al laat. 15:26. Dus we zitten alweer in de namiddag. Ja, ik ben opgemaakt en dat is dan ook, ja... Ik ben moeite pijn gedaan, laat ik het zo maar zeggen. Want deze dame, ja, het wil gewoon niet wat ik wil. Gaat nou weer te regenen. Niet te hopen. Want ik moet eruit. Hé? Ja. Ja, kleine heuveltjes. Maar het stormt ook als een raket, dat wil je niet weten. Het is vreselijk. Je waait uit je velletje vandaan. Dus ja, daar heb je kleren aan, dus dat waait al weg en dan je velletje gaat erachteraan. Dan loopt ik op mijn geraamte. Ik zie het er voor je. Mm. Ja, schat, we gaan zo. Dus ja, de meisjes moeten er ook nog uit. Ze zijn wel in de tuin geweest. Ook heb ik een bliksembezoek gehad van mijn vriendin, die ook gisteravond even is geweest. José. Die had me even wat te vertellen. Nou, dat heeft ze gedaan. Toen ben ik er maar weer even in gedoken, want het was mij nog te koud hier ook. Ja. En nou is het wel ja, halve graad koud eigenlijk nog. Maar oké, het is lekker hier nou. Dus het komt allemaal goed. En ja, ik ga dus vandaag die slinger weghalen. En kijk hoe ver ik kom. En dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval, we gaan weer verder met opruimen van die kersttroep. En dan komt alles wel weer goed. Ik ga nou eerst met mijn meisjes lopen. En dan bak ik koffie. En dan zien we wel weer. En dan met de troep verder. Dus het komt allemaal goed wat we gaan doen. En ja, het moet gewoon gedaan worden, punt. Of je nou zin hebt of niet. En zin hebben heb ik niet, maar het moet wel gedaan worden, want een ander doet het niet. Net als de kaboutjes, die blijven maar stilstaan. Dat zijn, ja, luiaartjes, hè. Ja, luie kabout, hoe zei ik dat? Ik weet het niet meer. Nou ja, in ieder geval staat dit gedicht van de vlog die morgen online komt. Ja, zover ik begrepen heb al wat ik gedaan heb. Of vandaag. Maar dat komt goed, lieve vrienden. Die vandaag ga ik straks delen. Dat ga ik ook dus doen. En voor de rest, ja, ik kan jullie niet meenemen. Het is slecht weer. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van je dag. En ja, ik hoop dat bij jullie een beetje zonnig mag wezen. Maar dat zal wel niet. Het is door het hele land dit weer. Dus ja, misschien in het buitenland weet ik van waar jullie wonen. Maar in ieder geval dat het daar dan misschien wel mooi weer is, dat weten wij ook niet. Maar ik zou zeggen, geniet er in ieder geval van. En geniet een beetje weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben weer lekker druk bezig. De televisie daarboven is toch klaar. Die is al weg, die slinger, uit die hoek. Dan moet ik over de kast nog. En dan de rest, maar de televisie op zich is ook al klaar. Ik moet even het kastje eronder nog even schoonmaken. Maar dat is latere zorg. Eerst boven de boel eraf halen en dan naar beneden werken. Ja, toch? Dus ik ga de trap zo pakken, dan kom ik daarbij. En ja, de kerststal die staat er natuurlijk ook nog, maar dat is ook het laatste. Dan zet ik eerst boven de boel weg, die slinger. Nou, dan hoef ik niet zoveel meer te klimmen. Nee, maar ja. Ik had ook weer met Karin en Roderick telefoongesprek. Dus ja, dat is allemaal oponthoud. En dan zit je weer te zitten. Ik ga dan koffie maken en
tijdens het afkoelen ga ik verder. En daar ligt er eentje te mopperen. Hé? Daar ligt er eentje te mopperen. En wie zal het wezen? Nou, wat denken jullie? Hé? De grote, hè? De grote meid. Ja. Leggen ze er liever. Zo heerlijk. Hopiedopies. Hopiedopies. Dat zijn jullie. Zo lief. Dus ja, dat dus allemaal. Dus we gaan gewoon vrolijk verder, zou ik zo zeggen. En ik spreek jullie later wel weer. Zo, lieve vrienden. Ik ben blij dat ik even zit. Ja. Dus ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik moet de troep nog opruimen. De takken hangen nog. En hier en daar nog een kerstkleedje. En vooral op de eettafel uiteraard. En op mijn bureau. En op de laptop van mijn mannetje ligt nog een kerstkleedje. En de rest is allemaal, nou ja, opruimen heen. En enkel in de hal hangen nog slingers. Maar hier is het slinger leeg. Ja, klok leeg. Enkel de takken zoals ik al zei. De kast is netjes, de schilderij hangt weer. Dus ja, dat moet ik allemaal nog opruimen. En dat is mijn draaislinger. En die moet helemaal uit elkaar. En dan moet die in dat plastic kokertje. Dus het is opruimen heen. En de stal natuurlijk nog, hè. Dat is het enigste. En de... Nou, wat ik zei, de takken nog. Zo boven de eettafel. En zo wel die. Kerststal met toebehorenen. De hal hangt nog. En tegen die kast aan in de keuken hangt mijn kerstman en de nieuwe krans. Maar die moet ik even. Oh ja, en die klok nog. Maar dat keek er zonder trap erbij. Dus dat komt wel goed. Dus ik ben back en back en back af. Ja. Ik ga pauzeren. En morgen weer een dag. Morgen is maandag. Dus het komt wel goed. Ik vind het wel gebakken. Zolang ik straks maar even wat eten kan en de vlog in elkaar kan zetten. En dan komt het allemaal wel goed. Papiertjes weggooien voor een paar snoepjes die ik gegeten heb onderwijl dat ik bezig was. Ja, en dan zal het beleven. Straks de televisie aan en ik zal die draaispringer even opruimen. Even weer... Dat ik draai eruit halen en oprol op een kokertje. En dan televisie aan. En dan zien we het wel weer. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond, want het is al avond. Ja, zeker weten. Gaan wij hier aan deze kant ook doen. En ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer. Ja. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik wil de camera leeghalen. De meisjes liggen lekker op de bank. Ik heb mijn eten op. Ik heb de televisie lekker aan. Dus ik kan mijn gang gaan. De boel is verder zo goed als, ja, natuurlijk staat het nog om me heen. Maar ja, ik heb weer kaarsjes branden. De slingers die op de grond lagen zijn allemaal opgeruimd. Enkel dat klokje op de deur nog. En de takken nog. En de gang nog. En die krans nog die daar hangt. Ja, en die tafel natuurlijk nog. Maar ja, het begin is er weer. Dus ja, het komt helemaal goed, zou ik zo zeggen. En dan, ja, we gaan er gewoon weer voor door, hè. Ja, we gaan gewoon weer door, zou ik zo zeggen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En, laat op de avond, uiteraard, gaan we dan allemaal lekker slapen. Dus ik zou zeggen, welterusten. En geniet ook van je nachtrust. Hebben we allemaal nodig. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de dag. Tot morgen. Doei. Your heart.
no longer.